Zo, boikjes. Waar zijn we? We zijn de Rotterdamse Kost. Paul en ik hebben net besloten dat we eens even lekker gaan genieten. Ja. Het zonnetje schijnt. Waar zijn we? Nou, ja, ik bedoel, waar zijn we? Perfect. Nee, maar we zijn in welk park zijn we? Want het ziet er hier heel parkig uit. Ja, het Sochterspark noemen wij het altijd hier zo. Er zit zo'n tent, het heet Sochters tegenwoordig, heet het volgens mij niet meer zo. En heel veel mensen noemen het ook het Euromastpark, omdat hij staat achter jou. Ja. Staat de Euromast, veel mensen noemen het het Euromastpark. Aha. Dit is eigenlijk het stadspark van Rotterdam. Hier ging ik altijd toen ik in de puberteit zat met een draagbare plaatsspeler en een kleedje en alles, gingen we hier zitten en dan muziek luisteren. Leuk, leuk. En blowen, deden we hier ook. Ja. Hey, wat gaan we vandaag doen? Op de Rotterdam. Gaan vandaag spelen uiteraard. We zijn ingezet. Maar met zoals elk jaar op Rotterdam School speciale gasten. Dit jaar, misschien wel leuk om te vertellen, doen we het gewoon weer met de drie J's. Leuk! Er zit ook een andere J bij nu. Ja. Die heet Jodokus voor mij. Ja. Nee, Johannes. Nee. Marcel, zie je dat beestje daar? Ja. Dat is maar er eentje. Hier! Lekker, een beetje deo. Deo, joh! Ja, groeimiddel! Ja, dat vind ik leuk. Ja. Oh ja. Hey Arjan. Hey Paul. Ja, we zijn eigenlijk een beetje wat we doen, is een nieuw item. Ja. We zijn op zoek naar de persoon. Ja. De mens. Ja. Weet je wel? Ja. Achter. The Rock. Rock, icoon. You know? Yeah. Shoot. Ik heb hier geen zin in. En er zit ook helemaal geen mens achter. Geen mens achter. Er zit gewoon een hoop stront achter. Eigenlijk niet eens achter, dat is gewoon wat je... Ja. En dan zoek naar de mens achter een hoop stront. Ik heb gehoord, Bambix, dat het niet zo goed gaat met jou. Die geruchten zijn niet waar. Oh. Die kan ik meteen ontkrachten. Oké. Okay. Maar je zit wel aan het alcoholvrije bier, dus dat is wel een teken. Ja, maar je moet auto rijden. Ja, vanavond om 12 uur. Ja. Nou ja, precies. En het sneuwe is dat jij vaak beter rijdt als je een paar slokjes op hebt. Dat is waar. Ja. Hey, maar ik heb gehoord, misschien ook wel leuk om te vertellen, dat vandaag dat Barry er weer bij is. Oh ja? Dat heb ik gehoord. Ja. Ja. Dat is ook niet waar. Ook niet waar? Allemaal leugens. Chopen doen, kijk eens. Ja, natuurlijk. Kijk eens, joh. Tietjes zo een beetje eruit. Nee, lekker hoor. Lekker bruin. Man. Kijk eens hier, het is net een papa om en een stel haren erop. Man. Is toch zo, Marcel? Wat? Nou, ik was een beetje laf reageren. Ik zei, wat hebben wij toch een mooi leven eigenlijk? Ja. Weet je wel, de vrijheid die je ervaart. Ja. Mensen naar je komen kijken omdat ze het tof vinden wat jij doet, dat je iedereen blij maakt. Ja. Is toch leuk? Ik vind het geweldig. En het is gewoon koffie hoor trouwens. Ik kan me ook nog de vlog van vorig jaar herinneren, toen liepen we ook zo toch? Ja, ze waren we ook aan het zoeken. Zoeken naar de oesters, vaste prik. Hoeveelste keer is het dan op de Rotterdamse Kost staan? Vaak. Ik zou niet eens weten hoe vaak. Misschien wel de zesde keer of zo? Ja, ik weet het ook niet meer. Dat is ook cool. Nee, hoe vaak hebben wij hier gespeeld, denk ik? Ja, vaak. Zes keer of zo? Denk het wel. Ja. Kom mee, mannen. Zo zien jullie of even iets doen. Kom maar bij. Als we, jongen, zijn we vijf hoed op zitten. Kom maar lekker hier. Kom maar lekker hier. Grillen. Lekkere kippen grillen. Kom maar kijken. Iedereen is welkom. En als je dit wilt doen, dan doen we het voor jou. Kom maar even lekker kijken. Hoe lekker is dat? Hoe gaaf is dat? Kruisje op je kaart. En dan kom je maar hier, ook in de vrouw met die mooie bril en die witte broek. Kom er maar bij. En nu nog sausje, jongens. Sausje erbij. Dag. Zal niet waar wezen. Ja, we zijn er gewoon voorbij gelopen. Ja. Hier gaan we binnen, of niet? Ja. Kijk, we zijn er. Die gozer die werkt hier op hetzelfde overhemd als jij aanzien. Thank you.
Nieuwe snaartjes. Ja, even wel, ja. Op de... Dat mag ook wel een keer, hè, na 3,5 jaar. Wat is dit voor instrument? Wat is dat voor instrument? Ja, dat is mijn Rickenbacker. Dat is mijn favoriete gitaar van mijn ouders gekregen. Gekocht in Balen-Nassau op de Belgische grens. Van een meneer die heel erg ziek was en die niet meer gitaar kon spelen. Heel blij mee nog steeds. Eigenlijk de enige gitaar waar ik heel blij mee ben. Ja. Ook mijn, het is mijn lievelings. Ja, mij ook. Dave gitaar. Ja, mij ook wel. Het is jammer dat hij niet kan spelen, maar nee, de gitaar die klinkt. Maar op deze gitaar lijkt het net of jij kan gaan spelen. Toch wel wat, joh. Maar heerlijke gitaar, ja. Mooi. Super blij mee. Gaat nooit meer weg ook. Ja. Echt een gitarengek. Super leuk om allemaal te kopen en ook weer gewoon dan weer weg te doen. Maar deze is wel echt. Ja, nooit weg doen hoor. Nee, die gaat anders wil ik hem. Nee, ja, maar maak je maar dit zo. Gelukkig. Show me that smile. Show me that smile. Don't waste another.